vlag omhoog. De start is gevallen. Paarden zijn weg en helemaal aan de buiten zijn dus weer Frans van der Blonk het snelste begonnen. Derde koers die hij vandaag rijdt en de derde keer dat hij de leiding heeft. Nu met Beauty Swagerman. Tweede plaats daarachter is voor de favoriet Abel Flya B. En zo gaan de paarden de bocht in. Op plaats 3 daarachter volgt Bijou Cartouche. En de vierde plaats is voor Zoe W. De buitenzijde gaat naar voren Zelina Freo. Zo gaan de paarden heel rustig die eerste bocht door. En dat houdt ook in dat ze allemaal in draf die eerste bocht doorkomen. En de paarden komen de rechte lijn voor de tribune met Beauty Swagerman vooraan. Beauty Swagerman aan de relingzijde. De andere deelnemers gaan allemaal weer naar het tweede spoor. Frans van der Bonk is de enige vandaag die dat eerste spoor gebruikt. Buitenzijde schuin daarnaast Abel Flya B. En door het derde spoor komt naar voren Zeline Freo. Zo gaan de paarden nog twee ronden afleggen. Beauty Swagerman leidt. Daarachter Abel Flya B. Helemaal aan de buitenzijde. Zelino Freo ligt nu derde. Vierde is Bijou Cartouche. Op de vijfde plaats daarachter aan de relingzijde volgt dan Zoe W. Met aan de buitenzijde daarnaast Ruppels met de nummer 8 Devil's Delight. Achter Devil's Delight aan de relingzijde terwijl Zoe W. nu wegspringt ligt Icaros. Die zat even helemaal vast achter Zoe W. En die is inmiddels ook gepasseerd door Sugar Babe. En daarachter volgt A Dream Wish. Zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. En het is Beauty Swagerman die leidt. Op de tweede plaats daarachter, terwijl ze daar door de modder heen gaan, is het Abel Flya B. Derde aan de relingzijde, Bijou Cartouche. Met daarnaast in het tweede spoor Zelino Freo. En daarachter gaat hij ook naar het tweede spoor Devil's Delight. Aan een slalom aan de binnenkant is bezig een deelnemer die daar weer positie zoekt. En dat is Sugar Babe. Is inmiddels Icaros voorbij. Daarachter Zoe W. En aan de buitenzijde van Zoe W. A Dream Wish. Zo gaan de paarden de bocht door. Straks is dat de laatste bocht. En ze komen de rechte lijn voor de tribune weer in. Met nog altijd Beauty Swagerman vooraan. Frans van der Blonk denkt vandaag als ik aan kop ligt dan kom ik meestal een heel eind. Dat klopt ook, want bij de koersen was hij zojuist al tweede. Vandaag wil hij ook wel eens een koers winnen. Hij leidt met Beauty Swagerman. Aan de buitenkant daarnaast staat hij onder druk van Abel Flya B. Die zet aan. En daarachter aan de relingzijde komt binnendoor naar voren Bijou Cartouche. En vierde is Celino Freo. Zijn inmiddels in de laatste ronde. Leiding is in handen van nog altijd Beauty Swagerman. Beauty Swagerman gaat van de benen in de bocht en doet dat in de leidende positie. Wacht even op het comité. Ja. En het comité is klaar. We zijn in de rechte lijn overzijde. Beauty Swagerman heeft nog altijd de leiding. Beauty Swagerman heeft geluk gehad. Zat op het randje aan de buitenzijde Abel Flya B. Daarachter aan de relingzijde Bijou Cartouche. Tempo gaat nu fors omhoog. Uitgeschakeld nummer 3. 3, galop. En nu is hij eruit. En Abel Flya B heeft de leiding over kunnen nemen. Abel Flya B in de achtervolging Bijou Cartouche. Daar helemaal aan de buitenzijde gaat Celino Freo naar voren. En daarachter Sugar Babe. Maar het is Abel Flya B die gevlucht is. Abel Flya B is inmiddels halverwege de laatste bocht. En Abel Flya B wordt achtervolgd door Bijou Cartouche die steeds dichterbij komt. Bijou Cartouche loopt heel makkelijk dat gaatje dicht. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Het is Abel Flya B die leidt. Bijou Cartouche helemaal aan de buitenzijde. Maar nog altijd Abel Flya B. Rick Ebbingen laat zich de kaas niet van het brood eten. Hij heeft nog altijd twee lengte. Kijkt af en toe over de schouder. Ze komen niet echt dichterbij. Ook Sugar Babe komt er nog aan. Maar het is Abel Flya B die hier makkelijk gaat winnen. Abel Flya B de winnaar. Tweede plaats is voor Sugar Babe. En de derde plaats voor Bijou Cartouche. 5-10-2. Dat zijn de cijfers voorlopig. 5-10-2. Uitslag is officieel, dames en heren, van de derde koers. En dat was de Van der Wiel Holding Vrienden van Draffer en Jouwe prijs. Koers werd gewonnen door de 5 Abel Flya B. Op de silky zat Rick Ebbingen. Abel Flya B, dames en heren, is een voorproduct van de heer Casimir in bezit van stal Flya B. Trainer is Bas Krewas. Hij staat erbij bij de huldiging en de winnende rijder Rick Ebbingen. Winnende tijd, dames en heren, daar kon je voor de oorlog nog makkelijk een derby mee winnen. Tegenwoordig net niet meer, 1:33.8. Felicitaties voor de winnende eigenaar, stal Flya B. Foto's worden gemaakt. En uiteraard de felicitaties van de sponsoren van de Wiel Holding en de vrienden van de draf- en rembaan in Jaura. En ook hier voor de winnende eigenaar een mand met Friese producten beschikbaar gesteld door het bestuur van de harddraverij en vereniging Jaura. En dan gaat hij zich opmaken, dames en heren, voor zijn ereronde. Hij is het gewend, ererondes rijden. Rick Ebbingen, hij wint veel koersen dit jaar. En hij wint hier uiteraard vandaag ook op jouw rij. Deed dat met de favoriet, Abel Flya B. Daar begint hij aan de ereronde, dames en heren, ter hoogte van de stand van Omroep Friesland. En daar bent u ook van harte welkom bij de stand van Omroep Friesland. Want de verzorger van Dirk Buitenzorg is vandaag jarig, Roel Wagenaar. En mocht u hem willen feliciteren, dames en heren, u mag bij de stand van Omroep Friesland even langskomen. Er staat gebak voor u klaar. En gebak kan ook ophalen, dames en heren. De man die nu voor de tribune komt, Rick Ebbingen, geef hem een applaus.